Lassen. Bij Defensie worden de reparaties aan voertuigen in eigen beheer uitgevoerd. Zo ook de laswerkzaamheden. Bij laswerkzaamheden komt veel lasrook vrij die zeer schadelijk is voor de gezondheid. In deze voorbeelden laten we het verschil zien waarbij de afzuiging is ingeschakeld en uitgeschakeld. In het eerste voorbeeld laten we zien wat de effecten zijn wanneer er geen afzuiging wordt gebruikt bij laswerkzaamheden. Aan de grafiek is te zien dat de blootstelling aan lasrook zeer groot is. In het tweede voorbeeld wordt de puntafzuiging dicht bij de lasbron geplaatst. De lasrook wordt nu op een juiste manier afgezogen. Hierdoor worden de werkzaamheden verricht zonder in aanraking te komen met de lasrook. In de grafieken is duidelijk te zien dat de inzet van afzuiging van groot belang is. De blootstelling aan lasrook wordt hierdoor tot een minimum beperkt.